Het is zaterdag 7 december en welkom op het Zuidersportpark. Achter mij speelt de C1 van ONS Bozo Snake. Ooit hopen deze spelers in het eerste te komen. En dat eerste van ONS Bozo Snake speelt vanmiddag om 3 uur tegen FC Lisse. Het zijn de nummers 9 en nummer 10 van de topklasse. Beide hebben 20 punten en het is dus echt een zogeheten 6-puntenwedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd nemen wij een exclusief kijkje op het Zuidersportpark met Jan-Roelof Middeldorp. Welkom op het Zuidersportparkje Sneek. Ik ben Jan-Roelof Middeldorp, bestuurslid bij ONS Bozo Snake. En ik geef u een exclusieve inkijk binnen de club. Dit is onze tribune. Hier zullen vanmiddag zo'n 300 mensen aanwezig zijn met een aparte persruimte. En dan kunnen we van de wedstrijd genieten. En dan gaan we nu naar de kleedkamers. Ja, alles wordt in gereedheid gebracht om straks de spelers op het veld te laten gaan. Dat heeft met eisen van de KNVB te maken dat het veilig moet zijn en dat de spelers een doorgang kunnen vinden hier. Dus dit is de spelersingang. En nu gaan we naar de kleedkamers. Volg me maar. Ja, dat is de kleedruimte van ONS Bozo Snake en FC Lisse. Voordat de wedstrijd begint staan de spelers hier opgesteld. En we lopen langs de eregalerij die vorig jaar hier in het kampioensjaar is opgesteld. Het clubgebouw is in 1972 gemaakt en we zijn nog steeds op dezelfde plek. En de laatste jaren is met een hoop vrijwilligers het verder uitgebouwd tot soms een heus stadion. Ja, het afgelopen jaar was natuurlijk heel bijzonder met het kampioenschap naar de topklasse. En ook de wedstrijden tegen Harkema, Excelsior en natuurlijk Ajax. We hebben net de gebouwen gehad. We gaan natuurlijk door met het ontwikkelen op het Zuidersportpark. En dit is eigenlijk nieuw. Dit is voor de supporters, ook van de uitploeg. En hier zie je een koffieruimte waarbij we in de winter ook koffie, thee, snert schenken. We nemen even een kijkje bij de ski. Ja, hier zijn we bij de uitbreiding die de laatste tijd is gerealiseerd. Een mooi platform waarbij je goed de wedstrijd kunt kijken en ook gebruik kunt maken van alles wat we hier verkopen. Ja, de wedstrijd ONS Bozo Snake tegen FC Lisse begint over een kwartier. Hier achter me zie je op het hoofdveld de spelers aan het inspelen, aan het intrappen. En de supporters komen nu binnen om straks de wedstrijd mee te maken. We staan hier bij de ingang van ONS Bozo Snake. U ziet het, de laatste spelers of supporters komen hier binnen. De mensen van de lotenverkoop staan hier en ook de stewardorganisatie is vertegenwoordigd om het hier veilig te laten verlopen. Sanne van der Heijden, november was zeker de maand van de mooie goals. Jij scoorde een prachtige goal tegen de leden. Kun je die nog eens omschrijven? Het laatste moment wel natuurlijk. Ik weet niet meer precies hoe ik hem kreeg. En ik stond iets rechts van de goal en... Ja, je probeert wel vaker natuurlijk. Welkom bij Van der Heijden. Van der Heijden heeft gezien dat Van der Pan ver uit zijn goal staat. En hij maakt dan 1-0 voor ONS Bozo Snake. Wat een wonderschone goal van invaller Sander Van der Heijden. De afstand van de keeper naar de tweede paal is best wel groot. Hè, omdat het een diagonale lijn is. En als je dan over de keeper heen gaat, dan is hij eigenlijk niet te pakken. Alleen ja, hij ging er nou wel heel mooi in en hij kreeg hem en er zat een mooi stuitje in. En de keeper stond iets op 5 meter, zeg maar, op 5 meterlijn. Helemaal aan mijn kant. Dus dan bedenk je dat en dan gaat dat goed. En dan zie je hem gaan, op het moment dat je hem raakt, dan weet je al genoeg. En dan lukt alles wat je op dat moment bedenkt en dan is het wel heel mooi natuurlijk. Niet alleen jij maakte een mooie goal in november, maar ook Martijn Rozenburg was verantwoordelijk voor een prachtige goal. Houden jullie soms de competitie onderling wie de mooiste maakt? Ja, dat lazen wij ook, ja. Maar ik vind die voor mij nog wel mooier, hoor, moet ik eerlijk zeggen. 4 minuten later doet Rozenburg iets wat geheel tegen de verhouding is, maar daardoor niet minder fraai. Hij laat de bal stuiteren en pegelt de bal precies over de ver voor zijn goal staande Donuts heen. Ik hoorde een Friese collega zeggen dat het leek of Rozenburg en Sander van der Heijden een wedstrijd deden om de mooiste goal van de maand. En ik kan dit niets anders dan beamen. Wat een gevoel in dit schot. Kijk, laat wel ook zijn, die van Martijn was misschien nog wel belangrijker bij Corsacca Boys, qua punten natuurlijk. Alleen, kijk, Martijn is ook wel iemand die alles op gevoel doet. En dat ben ik ook. Dus dat is wel mooi. En natuurlijk, we hebben het daarna nog wel over gehad. En dat is ook leuk. Alleen ik vond die van Martijn, technisch vond ik die wel echt mooi ingeschoten. Hè? Met z'n vreven over de keeper heen. Dat was gewoon echt een hele mooie goal. En ik vond die van mij qua
gedachte en dat het dan lukt, misschien iets mooier. Dus dan is het voor iedereen om dat zelf te bepalen welke er uiteindelijk mooier is. Maar ze waren beide gewoon heel mooi en dat is alleen maar prettig natuurlijk dat je dat kan laten zien. Ten slotte publiceerde ONS Boze Snake ook een persbericht deze maand, waarin stond dat jij hoofdtrainer wordt in 2015. Kijk je daarna uit? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb toen een jaar Balk gehad onder mijn moeder en toen ben ik naar Cambuur Jeugd gegaan. En daarna 3 jaar met Jan Flap hier en nu een jaar met Bert en Leo en volgend jaar nog een jaar met Bert en Leo. En dan ga ik het voetballen wel zelf als speler wel minimaliseren. Hè. In ieder geval, nou ja goed, ik ga waarschijnlijk nog minder spelen dan nu. En ik vind ook, ik kan wel blijven spelen, maar ik ben straks 36 en dan heb ik volgend jaar ook 37. En dat is hartstikke leuk allemaal. Maar ik wil zelf ook niet andere jongens zeg maar, in de weg staan om in hun ontwikkeling, zeg maar, hun ontwikkeling wil ik niet in de weg staan. En als ik straks stop, of ik krijg nu een blessure, dan moeten andere jongens dat gewoon nu al gaan invullen. En ik vind niet dat ik daar een persoon voor ben om dat in de weg te staan en hun daarin tegen te houden. Dus ik denk dat het ook een hele logische stap is zeg maar, om steeds iets minder te doen en andere jongens meer te laten voetballen. En hun ook te wennen aan het niveau en hun ook beter te laten worden. En om dan in 2015, hoofdtrainer, ja. Eindverantwoordelijk. Ik heb niet zo op hoofdtrainer, assistent en dat ben ik niet zo van. We doen het nou ook met z'n drieën en Bert is op papier eindverantwoordelijk. Maar goed, ja, alles beslissen we samen. Dus, en met Leo er ook bij, dus met z'n drieën samen. En dat zal volgend jaar niet anders zijn. En vanaf 2015 zal dat ook niet anders zijn dat je het met andere mensen beslist. En misschien is Bertie daar nog en Leo. En ja, kijk dus hoofdtrainer, dat is leuk op papier. Maar gewoon in praktijk werkt dat toch heel vaak wel heel anders. 3, 2, 1. Het is tegen de klok van 3 uur. En de spelers van ONS Boze Snake en FC Lisse betreden het veld. ONS Bozo staat 10e, FC Lisse is de nummer 9 en beide ploegen hebben 20 punten in de topklasse. Het is dus een echte 6-puntenwedstrijd. ONS Bozo Snake start met de volgende 11 namen. Op goal staat Ivan Landlust. Achterin zijn het De Vries, Molenaar, De Wacht en Kasper Kolen die het gaan doen. Op het middenveld staan Jacob Noordmans, Danny Kampstra en Arnold Hedder. En voorin zijn het op de flanken Curtie González en Martijn Rosenburg. En in de punt is het Jurrien Bos. En dan is het wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter. Dat is de heer Van den Helder. En dan zal FC Lisse gaan aftrappen. Dat is nu gebeurd. FC Lisse is begonnen aan de wedstrijd tegen ONS Boze Snake. Probeert gelijk aan te vallen. Hedden met de kopbal. González doet dat knap. Bos. Naar González. González op snelheid. Heeft Rosenburg bij zich. Nog altijd González. Speelt af op Rosenburg. En dan is het 1-0 voor ONS Boze Snake. Hele goede loopactie van Curtie González. Die is niet egoïstisch, houdt goed het overzicht en ziet Martijn Rosenburg naast hem vrij staan, speelt hem af en Rosenburg kan de bal in het goal schieten. En dan is het binnen 5 minuten 1-0 voor de Snakers. González zoekt Buis op. Vindt Kampstra. Kan Kampstra schieten? Dat kan niet. En een goede reactie van keeper Bok. In de 10e minuut, ONS Bozo dicht bij de 2-0. En dan nu gelijk de bezoekers weer. Met Fokkema. Nog altijd Fokkema. Nog altijd Fokkema. Schot gekraakt. Het spel golft op en neer. En dan is het 2-0. Een vliegende start voor ONS Boze Snake tegen FC Lisse. We hebben nog geen 12 minuten gespeeld. Als Jacob Noordmans de 2-0 binnenschiet voor de Snakers. Zoontjes dook onder de bal door. Leek hem weg te kunnen koppen. Kopte hem echter niet. Daar kwam de bal bij Noordmans. En die denkt,
dacht niet na en schiet hem roekeloos binnen. En dan is het binnen het kwartier 2-0 voor ONS Boze Sneek. Montenay naar Buis. Buis is snel, is Kolen kwijt. Buis met de voorzet. Molenaar zit ertussen. Gevaar is nog niet gewegen. Nog een keer Buis. Wat kan de rechtsback van Lisse? Vindt Montenay. Zet voor, Fokkema komt eraan. De Vries ertussen. Broekhuizen raakt hem totaal verkeerd. En daar ook al Kamstra weghalen. Maar Lisse houdt druk, Zoontjes. Met een fantastisch schot. En ja, dit is gewoon een fantastische goal. Lisse zette wel wat aan, maar echt gevaarlijk werd het niet. Maar Zoontjes, nou, vanaf zeker 35 meter, besluit eens uit te halen. En Landlust is volstrekt kansloos op dat schot. En Zoontjes maakt op prachtige wijze de aansluitingstreffer voor FC Lisse. En dan is het na 28 minuten 2-1. Rozenburg. En dan kan Bos er misschien uit. Is voorbij Bok, is voorbij de keeper. Bos gaat naar de grond. En de scheidsrechter fluit. Maar niet voor een overtreding. Hij geeft geel voor de Schwalbe voor Bos. Dat is op zijn minst discutabel te noemen. Waar Bos dacht aan een rode kaart voor de keeper, is het juist hij die geel krijgt. Maar de scheidsrechter gaat eerst nog in conclave met zijn assistent. Vrij balletje, goed gezien. Header naar Bos. Kan ONS Boze nog wat vlak voor rust? Bos op de keeperbok, goede reactie. En dan was dat ook inderdaad de laatste kans van de eerste helft. ONS Boze Sneek leidt in de rust met 2-1 tegen FC Lisse. We staan hier in de rust van de wedstrijd ONS Boze Sneek tegen FC Lisse. De stand is 2-1 voor ONS Boze Sneek. En ik sta naast een sponsor. Wie bent u? Ik ben Rob de Jong van schildersbedrijf Odeon BV uit Sneek. En ik heb hier al jaren in Sneek een schildersbedrijf. Wij doen allerhande schilderwerken. Binnen schilderwerk, buiten schilderwerk. Voor particulieren, voor scholen en woningen en stichtingen en ook bedrijven. En ja, wij timmeren al een aantal jaren aan de weg. En van oudsher ben ik ook al sponsor van ONS. Dat gaat al heel lang terug. Ik heb hier vroeger ook altijd gevoetbald. Dus zodoende is dat allemaal een beetje gegroeid. Agari. Ja, ONS Boze doet het goed. Molenaar. González. González zet voor. En helaas voor de Snekers was er niemand bij de tweede paal om in te tikken. Kolut doet dat goed met Montenay. Noordmans. Kolut. Noordmans. De Wacht. Kolut. ONS Boze lost dat goed voetballend op. Bos doet dat heel sterk en stuurt González weg. González alleen op de keeper. González legt af op Rozenburg en dat schot wordt gekraakt. Dat was bijna een kopie van de 1-0 geweest. Waar het niet dat hij er nu niet in gaat. Alsnog Rozenburg zet voor. En weer gaat hij er net niet in. Bos mist hem net. ONS Boze hier heel dicht bij de 3-1. Rozenburg. De Wacht. En dan valt hij binnen. Dan is het 3-1 voor ONS Boze Sneek. Doelpuntenmaker, aanvoerder Chris De Wacht. Een goede vrije trap van Martijn Rozenburg. Nadat het spel even had stilgelegen vanwege een blessurebehandeling. De bal kwam voor. Chris De Wacht kopte de bal goed binnen. En dan is het 3-1. Van der Heijden. Weg. Bos. En dan is het 4-1 voor ONS Boze Sneek. Jurrien Bos tikt hem binnen. Na een mooie aanval. Voorzet kwam van Noordmans. En Jurrien Bos kon hem in het goal tikken. Dan is het met een kwartier te spelen nog 4-1 voor ONS Boze Sneek. En lijken de drie punten toch bijna zeker in Sneek te blijven vandaag. Van der Heijden. Bos. González. Sprintduel met Zoontjes, maar González lijkt rapper.
Houdt weer goed het overzicht. Rozenburg. Van der Heijden. Net niet bij Rozenburg. Dat is jammer. En dan Lisse weer. Greuter. Agari. Terug op Greuter is de bedoeling. Maar de wacht. Speelt een ijzersterke wedstrijd. Van der Heijden. Altijd vrij als hij iets doet met de bal. Noordmans. Rozenburg. Prachtige paas. Op González. Wordt dit met een goal afgerond? Nee, net niet. Dat was toch heel jammer. Prachtige aanval van Owenes Bozo. Met onder andere een prachtig buitenkantje voet van Martijn Rozenburg. En dan is het afgelopen. De scheidsrechter fluit af. En de punten blijven in Sneek. ONS Bozo wint met 4-1 van FC Lisse. En volgende week staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. Dan wacht Scheveningen. Maar voordat dat zover is, kunnen de Sneekers eerst nagenieten van een prachtige 4-1 overwinning. Jacob Noordmans, ONS Bozo Sneek heeft zojuist met 4-1 gewonnen van FC Lisse. En dit is wat je noemde een vliegende start, hè, deze wedstrijd. Ja, mooi begin denk ik. Komt snel op 1-0. Ja, dat is altijd lekker. En dat je ook nog op 2-0 komt, dat is helemaal mooi. Wel jammer dat je daarna iets terugzakt. Zij bleven natuurlijk fel op die bal en scherp. En wonnen wat meer tweede ballen en gingen wat meer naar voren drukken. En wij waren niet zo scherp meer als in het begin. Dat is wel jammer dat je het niet volhoudt. Maar 2-0 is toch een prima begin, denk ik. Ja. Ja, we hadden vandaag echt een piekstart en we maken gewoon twee hele goede goals. Dat scheelt gewoon. Dan is ook gewoon een voetbalje wat lekkerder. Alleen we hebben als vaker gewoon voorgestaan en krijgen wel weer één tegen. En dan dat gaat ten koste van je spel. Dan wordt het allemaal wat onrustiger allemaal en dan wordt het voetbal wel minder. En je ziet nadat wij de 3-1 maken en de 4-1, dan speel je gewoon heel goed. En dan kun je ook echt zien dat we heel goed kunnen voetballen. De competitie is nu precies op de helft. 15 van de 30 wedstrijden zijn gespeeld. En uw ploeg staat 8e. Tekent u daarvoor aan het eind? Ja, natuurlijk tekenen we daarvoor. Maar we hebben een andere doelstelling. Ik teken ook voor 10e. We moeten erin blijven. En erin blijven, dat is 11 is ook goed. En 12e volgens mij ook nog. 13, 14, 15, 16, dan ben je de klos. De doelstelling is erin blijven. We hebben nu voor elkaar dat we iedereen gehad hebben en dat we één keer weggespeeld zijn tegen GVVV. De rest kunnen we winnen en kunnen we meekomen. Daar moet je de tweede helft van het seizoen weer gebruik van maken. Je hebt in ieder geval, denk ik, 36 punten nodig om erin te blijven. Nou, daar gaan we in ieder geval aan werken. Maar je moet met deze 23 punten, kan je zowel naar boven als beneden kijken. Maar je moet realistisch zijn. En we hebben er een hoop punten nodig en we willen erin blijven. En dat is de doelstelling. En als we dat halen, dan ben ik trots. Jij komt alleen af op de keeper van FC Lisse. Kun je omschrijven wat er gebeurde op dat moment? Ik kreeg een steekbaas vanuit het middenveld. Ik zie de keeper uit de goal komen, die is te laat. Ik tik hem er langs en het is redelijk aan de zijkant van het veld. Ik had voor mezelf wel het idee van de last om die bal te scoren. Dus toen dacht ik van, als hij voor mij gaat, dan zoek ik hem op. Ik had het idee dat hij mij echt opzocht. Ik ga liggen, want zijn hand ging naar me toe en dus ik ging liggen. De scheids floot en ik had al gedacht dat hij wat anders ging doen dan mij een gele kaart geven. Ja, hij ging ook nog in conclave even met de grensrechter, maar die had hetzelfde gezien als de scheids? Naar mijn idee gaf hij mij gelijk, want hij vlagde en hij stak zijn vlag voor ons, zeg maar, naar hun goal. Dus dan is mijn idee dat hij voor ons was. En de scheids stond op 2 meter en de grens, en de scheids op 20 en de grens op 2. Dus aparte beslissing, maar misschien in de beelden is het goed terug te zien. Ik zoek hem op, zo is het ook. En ik had het idee dat het een overtreding was.